Jongen, wat hebben wij ons allemaal vergist in die Pieter Omtzigt. Ja, weet je nog, een paar maanden voor de verkiezingen, ja, toen kreeg hij gewoon 46 zetels, weet je nog, ja. En wij dachten allemaal, eigenlijk van, hij is de redder, hè. Ja, hij gaat Nederland redden, ja. Nou, vrienden, wat zien we nu? Ja, hij loopt gewoon weg uit die formatie, gewoon, daar begint het al mee. Waarvan je denkt, die Pieter die moet toch wel de verantwoording voelen van de uitslag van de verkiezingen. En dat Nederland nu echt zit te wachten op heel snel een regering die de problemen van het land gaat aanpakken. Nee, dat voelt hij kennelijk niet, die verantwoordelijkheid. Dus hij denkt, ik loop er gewoon maar uit weg. Nou oké, dat mag dan nog. Maar dan kijken we even naar de manier waarop. Vrienden. En dat is dus buitengewoon zorgelijk. Ja, want als je nu ziet de details die loskomen over hoe Pieter er vandoor gegaan is. Hij loopt gewoon uit de bespreking weg met die andere partijen. Ja, ik ben moe, ik moet even nadenken. Gaat even wat dingetjes zitten schrijven. Haalt wat journalisten in een hotel bij elkaar. Gaat nog even snel naar Humberto. En stapt dan weer in een taxi, verdwijnt naar Enschede. En we zien en horen niks meer van Pieter. Nee. En er wordt nog steeds uitgenodigd daar bij Plasterk. Maar Pieter laat niks meer van zich horen. En stuurt intussen alleen nog maar appjes naar de partijen en naar de informateur. En dat is... Nou, dat lijkt wel een puber die niet weet hoe die het uit moet maken met zijn vriendinnetje. Ja, dat is toch niet het gedrag van een leider, vrienden. Van iemand die Nederland bij de hand neemt en zegt, kom, ik leid jullie door onze problemen heen. En dat je rustig gaat slapen als het land in de fik staat. Of als er hele grote gevaren dreigen. Nee toch? Nee, die Pieter. Pieter, die is goed als politieagent. Pieter, ja. Want hij is nu ook nog eens een keer doodmoe, hè? Ja, doodmoe in Enschede. Al die anderen zijn niet doodmoe. Pieter wel, die kan niet meer. Ja, dus wat hebben we daar nou aan straks? Vrienden, nee, die moet heel ver weg blijven bij belangrijke posities, eventueel in een kabinet of wat dan ook. Daar mag Pieter helemaal niks mee te maken hebben. Wat ik net al zei. Hij is geschikt als politieagent. Ja, in de Tweede Kamer. Dat kan hij heel goed. Maar de grote leider uithangen en beslissend zijn. Nee, dat kan onze Pieter niet aan hoor. Nee, dus sorry Pieter. We hebben ons vergist.